We zijn hier bij de bingo voor de noodopvang. Dit is de derde dag op rij dat we hier bingo doen met een groep van ongeveer 50 mannen van de noodopvang. En zoals je kan horen is het een groot succes. Iedereen is enthousiast, heel geconcentreerd tijdens de wedstrijd en enthousiast voor elkaar als ze cadeautjes krijgen. Oké, gaan we verder. Volgende cijfer is nummer 43. Nummer 3, nog een bingo. Een tweede bingo. Weer twee bingo's. Het duurt even, maar dan. Hoppa! 9. My name is Adam and I'm from Syria. Yeah, and I've been here like for about 4 months. 4 months? Yeah. On the boat? Yeah, on the boat. My name is Mohammed. Ik ben 24 jaar. Ik kom uit Yemen. Ik woon al voor maanden in Nederland. No, it's my first time to play bingo and luckily I won 3 prizes today. So. Ze kennen het helemaal niet. Maar we hebben het al een beetje uitgelegd in de taallessen en ik begreep ook dat op de boot hard geoefend werd met de getallen in het Nederlands, want die waren natuurlijk helemaal in het Nederlands. Dus het is ook nog heel erg oefenen geweest. En dit was natuurlijk ook een soort goede taalles. Iedereen kent de getallen inmiddels wel. Ja, ik weet een klein beetje Nederlands, maar met dat ik kan met mij helpen. Met nummers, cijfers, ik weet het. Ja. Truus en ik hebben onze uren gedoneerd en daar dus de fietsen van gekocht. Om als hoofdprijs weg te geven, ja. Daar gaan we. Kato. 57. 52. 72. Ja, die meneer van net. We hebben een samenstelling. Ze hebben met z'n drieën bingo. Maar die man die achterste die heeft hem ook gemist. Het ging de afgelopen 2 dagen goed. Dus we hoopten dat het vandaag weer goed zou gaan. Maar helaas waren er 3 tegelijk voor de hoofdprijs, de fiets. Dus we moesten dobbelen. Maar er waren nog 2 koffers over, wat ook een mooie prijs is. Dus ze hebben alle 3 een mooie prijs mee naar huis genomen. Applaus voor de winnaars! Per 3 maanden te gaan doen, maar dat is een beetje afhankelijk van of we sponsoren vinden om dit te gaan regelen. Het is in ieder geval een groot succes, dus we willen het zeker zo snel mogelijk weer gaan doen. Actually, I didn't think that it would be like a lot of fun, but yeah, it is. Yeah, thank you. Yeah, okay. Ik wil iedereen bedanken die heeft geholpen bij het organiseren dit evenement. Dank je wel voor al. It's goed. Ja, oké, lees de orkaan.